En daar zijn we aan de tweede voor de Twenterdag 5 en 10 kilometer. Een uitgestelde stand is er nog op. Krijgt een onderdeel. En dat betekent dat we niet aan het einde van start zijn gegaan met de 5 en 10 kilometer. We gaan ons even beraden over... In de badminton is het heel glummelig. En we gaan even verder zometeen kijken wie zich een beetje gaat afscheiden van de hele grote groep. We trekken de zwemmen. 15 heren en 9 dames van de klet de 10 kilometer. De deelnemers voor het programma 6, dat is de 10 keer 1 kilometer. Vrije slag is dat zeggen, zich nu melden bij de voorstaat. Was dat de nummer 8, Koen Florijn? En de eerste dame die daar omheen boog, was nummer 281, Vera van den Berg. Ze lag namelijk net iets voor op Danielle Uydenboogaard, die als laatste van de kopgroep, bestaande uit de 6 heren en 2 dames, de ronding maakte weer richting Zweden. En dat is in een tijd van 1 uur, 4 minuten en 2 seconden. 1 uur, 4 minuten en 2 seconden officieus. Dus dan kun je een beetje nagaan hoe de langste droog doen. Om weer terug te komen in de Friese Reen. En als je dan weer kijkt naar de reclame en naar de hoofdpunten van het nieuws, moeten we daar straks maar een beetje rekening mee houden. Maar in ieder geval, die kopgroep is in ieder geval weer terug. En als ik dan nog even kijk, dan krijgen we er een heel groot gat tussen. En dat gat is al ruim 3,5 minuut. Want de nummer 7 bij de mannen, dat is de nummer 13, met de cap nummer 13, Daan van Glory van Oesa. Die is nu bij de ronding en gaat nu in de tijd van 3 minuten 40 erbij. 1 uur 7 minuten en 42 seconden maakt hij de keer en keert weer terug richting Friese Reen. Dus we hebben 6 heren en de nummer 7 en dat is Daan Glory, ligt op ruim 3 minuten en 40 seconden. Spanning alom en het zou toch een prachtige sensatie zijn als misschien een van die twee dames deze 10 kilometer op naam zou kunnen brengen. En vooral voor Vera van den Berg die een debutant is op deze afstand. Als het allemaal zou lukken, we zullen het afwachten. Over een klein uur weten wij precies hoe de stand van zaken zijn, want dan zijn we weer terug in Friese Reen. Nogmaals, na 5 kilometer de kopgroep terug naar de finish in een tijd van 1 uur, 4 minuten en 2 seconden. En de eerste die daar omkeerde was dus Koen Florijn. Oké, dankjewel. Hij komt niet als laatste binnen. Lang niet. Daarachter. Robin! 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 Nou, langzaam zwemmen doet hij ook nog niet hoor. Robin! Zullen we graag nou bij de voorstaat. En wat een hectiek hier op het ponton. Wat een hectiek.